Joost, ik ben 20 jaar. Ik maak hier elke woensdagmiddag tussen 2 en 4 programma op Kicks Radio. Verder kom ik uit Groningen. Ik studeer daar ook. Geschiedenis doe ik aan de universiteit. En ja, ik hou gewoon van radio maken. Ja, en wat zou je ooit nog willen bereiken op het gebied van radio? Nou, toevallig is deze week bekend geworden dat ik een programma ga krijgen op 3FM. Dus als je me dat, ja, nou, dankjewel. Als je me dat vorige week had gezegd, dan had ik inderdaad 3FM gezegd. Maar ja, dat is dus, dat is al bereikt. In de nacht, daar begin je. En ja, dan is een doel voor mij uiteindelijk van de nacht naar overdag op 3FM. Op ja, mijn favoriete station, mijn droomstation. Ja. En hoe heet je programma en wanneer kunnen we het luisteren? Elke zondag op maandagnacht tussen 2 en 4. Het programma heet Joost. Nou, dat ben ik. Dus dat denk de lading wel ook, denk ik. Ja. Oké. Okay. Wat is jouw favoriete lied voor onder de douche? Ja, mijn favoriete lied, dat moet dan iets zijn, denk ik, wat je meezingt, hè? Wat je leuk vindt om mee te zingen. Nou, wat jij leuk vindt om te zingen. Nou, dan ga ik voor, het eerste wat in me opkomt, ik weet niet, dat kan morgen weer anders zijn, dat kan over een half uur anders zijn. Maar Wild World van Cat Stevens, ken je dat? Ik zal het wel even laten horen. Nee, ik ga niet zingen, dat is chillend. Dat ga ik niet doen. Nou, dat klinkt zo, deze. Het is een beetje oud al hoor, het is niet echt hip dat ik dit nu zeg, maar nou ja. Het is wel een lekker lied. Jawel, van onder de douche prima om mee te zingen, ja zeker. Nieuwe muziek, Orange Skyline, dit is Sound and Furry. Zo, waar waren we? Wat je meest awkward moment op de radio was geweest. Ja, mijn meest awkward moment op de radio. Ja, wat me meteen te binnen schiet is, ik heb een keer, dat was op een ander station, dat was nog niet op Kicks. Daar moest ik ook van ver komen, want ik kom uit Groningen en toen moest ik 2 uur met de trein reizen naar Hilversum. En toen had de trein nogal vertraging. Dus ja, toen heb ik, ik geloof 1,5 uur of zo, vanuit de trein met mijn telefoon een radioprogramma gepresenteerd. En dat was, nou ja, dat was... Best wel grappig, maar ook, ja, dan kijken natuurlijk ook allemaal mensen hier aan. Wat zit hij dan te doen? Zit hij nou in de trein? Zit hij nou een radioprogramma te presenteren? Dus ja, dat in zoverre, dat is in ieder geval een bijzondere plek om radio te maken. Ja. Crush. Repeat. Joost Schulte. Crush Radio. Jongen, wat een gekte op dit moment. Ik heb 2 uur stilgestaan. Op station Meppel, wachten op een bus. En nou ja, die bus die kwam dus pas 2 uur later. Ik ben veel later in de studio. Ik hoop dat ik er om 2 uur ben. Ik zit nu op dit moment dus... En wat is jouw favoriete lied uit een film? Dat vind ik niet zo moeilijk. Die is van de film... Eddie Vedder in ieder geval. Oh, van de film Into the Wild. Ik weet het weer. Eddie Vedder en Hard Sun. Vind ik zo vet. Vind ik zo'n mooi liedje. Eddie Vedder is de zanger van Pearl Jam. En daar zit zoveel gevoel in het liedje en dat klopt ook zo met de film. Het verhaal van de film is ook echt top. Ja, ga die film kijken. Into the Wild met Eddie Vedder, Hartson als soundtrack. Ja. En wat is het volgende lied dat je zo gaat draaien? Het volgende lied moet ik even kijken hoor. Dat is Dancing on My Own van Calum Scott. Prachtig liedje. Ik denk dat die wel vrij bekend is. Er wordt wel wat meer stations gedraaid. Even kijken. Dit is een heel mooi gevoelig herfstliedje. Ik heb even opgezocht, 1,5 jaar geleden al meegedaan aan British Got Talent. En ook live is hij zo zuiver. Ah, prachtig liedje. Die ga ik zo meteen draaien. Maar eerst nog even een